Behalve dat je ze dus in fils kunt gaan spelen, kun je ze ook uh, uh, zeg maar integreren in je, in je drumspel als je een uh, groove zit te spelen. Dus het kan een onderdeel gaan worden van je groove. Uh, met name de lagere die zijn er heel erg geschikt voor. Dan kun je namelijk uh, in plaats van alles te vullen met beestdrumnootjes, kun je ervoor kiezen om eens een keer uh, een tom een onderdeel te laten worden van zo'n groove. De insteker, instinker moet ik het zeggen, is wel. Uh, je moet zorgen dat, dat, uh, dat je in een groove ook op dezelfde plaats steeds die ene floort om speelt. Uh, om ervoor te zorgen dat het duidelijk is dat het een groove blijft. Want je moet een herhalingspatroon creëren. Dat is alles als bij een fill, want daarin kun je eigenlijk dingen door elkaar spelen. En hoef je niet per se de ene fill precies hetzelfde te spelen als die andere. Uh, zelfs beter als je het niet doet, want dan blijft het lekker fris. Maar bij een groove is het wel belangrijk dat je werkt met zogenaamde herhalingspatronen, oftewel patterns. En die moeten herkenbaar zijn, er moeten bewegingen uit ontstaan. Een voorbeeld van zo'n groove waarbij je de tom integreert in de groove is bijvoorbeeld dit. Ja, een duidelijke voorbeeld kan ik niet maken. Een van de mogelijkheden om zo'n uh, van de toms onderdeel te laten uitmaken van een groove. En je hebt ook gezien dat als ik het speel. One two, three, four. Dan komt hij eigenlijk op de vierde tel in, steeds in de tweede maat. En dan heb ik uh, van deze groove ook gebruik gemaakt om uh, uh, twee keer vier kwarts achter elkaar te spelen. Dan krijg je een uh, two bar pattern, twee tweematig patroon. En in die tweede maat zit dan steeds die floortom.